Nou, let op. 3 dagen lang, hè? Dus 3 dagen. Oh ja, het is een extra lang weekend. Ja, extra lang weekend. Extra lang weekend. Daar gaan we. 1, 2. Vrijdagavond, na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd voor extra weekend. Extra weekend, ZFM. De zon schijnt in zijn toch sowieso al gebruinde gezicht. Heb ik een bruin gezicht? Nou, ik vind dat jij een bruiner gezicht hebt dan ik. Dat is een visagie. Is dat visagie? Is het iemand anders? Dat heb jij dus wel. Dat is dus echt het verschil tussen jou en mij. Ik kom hier binnen om 5 of 7, krijg niks. En iemand anders. Ja, maar daarvoor moet je een tijdje in dienst zijn al. Dus ik heb visagisten die behandelt mijn nekhaar. Ik heb vanavond een klus in de catering, hè? Ik heb vandaag een cateringklus naar Tine, ja. Ik wil er niet over praten. Niemand anders. Hij is vandaag gekleed in een zwart giletje en een wit overhemd. Ja, maar ik had een vlinderdasje, die is weggevlogen. Ah, is dat, het is een lente. Ja. Jammer is dat, hè? Ah, het is wel echt zo'n typische lente vrijdagavond dit. Nou, ik voel een krokus. Iemand anders! Voor een narcissen. Ik weet het niet hoor, maar. En iemand anders! We hoorden vandaag dat er 800.000 toeristen naar Nederland kwamen. 800.000 toeristen. En weet je wat die toeristen vrijwel allemaal gaan doen? Naar de Keukenhof? Ja! Naar de fucking keuken. Kan iemand mij vertellen? Ja, op 3333, wat er leuk is aan de Keukenhof. Ja, maar dat je helemaal vanuit Duitsland hier komt om naar een bos tulpen te kijken. Ik weet het niet hoor. Ben je wel eens geweest aan de Keukenhof? Nee, ik heb thuis ook tulpen. Ja, ik ga wel naar mijn achtertuin. Ik ga even naar de bloemist, doe mij een bosje. Weet je, nou, hartstikke leuk. Staat er goed bij. Maar ik begrijp er dus helemaal niks van. Dus ga je naar de Keukenhof en dan ga je kijken. Oh, daar staat de rode, daar staat de gele, daar staat het paarse. Ja, en je hebt ook Japanners. Hè. Die gaan dus, die worden geboren met zo'n televisiecamera ding. Of zo'n fotocamera om hun nek hangen. Om hun nek hangen, ja. Echt, die komen eruit gewoon en die hebben al zo'n camera, hebben ze al gewoon om hun nek. Ja, zeg maar, dat was ook een reportage bij de Keukenhof. En dan zag je inderdaad 23 van die zakjapanners met van die camera's. Ja, die gaan foto's maken van bloemen. Dat is toch bizar? Ja, ik zeg google.com en dan tulips en dan weet je er. Maar dat 800.000 naar die fucking Keukenhof. Ja. Dames en heren, de flauwe grap van Gerard Ekdom. Er was ooit een man die was ontzettend fan van Brigitte Bardot. Die actrice van vroeger, weet je wel. Ja. Toen in de jaren 60 was ze heel, er zijn foto's gesignaleerd van, dat ze heel mooi was. Echt een prachtige dame, Brigitte Bardot, wauw. En die was zo'n fan en die had dus op zijn billen, had hij BB tatoeëren. Op de ene bil B, de andere bil ook B. Dus die komt thuis en laat zijn vrouw dat zien. Dus die zegt, en die gaat bukken. Die zegt de vrouw, wie is Bob? Kijk, Bob. Maar nu eerst. Extra weekend. Met mij. Vanavond is er veel bewolking en regen de tijdige tijd hier. Vanavond trekt de regie naar Noordieweg en klaart op een enkele bui na, wordt het helemaal dan droog. Maar nu de temperatuur hier ligt hier rond die graad op 4. De zuid- en zuidoost, die wind die matig kracht 4. Morgen wisselende bewolking vallen geregeld bij. Het zijn soms pittige buien, maar doe je soms kan verdrinken. Hagel, rukwind en windstoten. Minimum temperatuur 11 graden, wind is zuidoost. De rest van de week wordt het nog even rukt. Vanaf maandag zien wij licht puntje aan die horizon met temperaturen van een graad of 16. Ah, heel helder. Nee, is die wat? Ja. Maar de lucht is niet helder, dus alleen dat. Ik vond dit goed. Vond je het wat? Ja, ik vond het heel goed. Wauw. Ja.
Oké. Okay. Ja. Door? Ja. Geert gaf een feestje afgelopen zaterdagavond. Ja, goed. Hij werd 23 en dan mag best wel een groot feest voor Geert. Dus wij zijn uitgenodigd en we gaan met Roos Marijn. Ons eerste bannerfeestje. Ja, Roos Marijn, Michiel Veenstra, Tjibbe Tjisma en ik. En ja, mijn vriendin dan. En Roos en ik, Roos moest rijden en ik had de volgende dag weer een programma. Tjibbe was vrij, dus ik denk ik drink niet. Maar dan zie je pas hoe stom mensen gaan doen als ze gedronken hebben. Ja, dat is fantastisch. Nou, Tjibbe was dronken. Ja, die wilde mij zoenen en doen. En ik weet niet wat je allemaal gevraagd hebt aan me. Wilde je hem zoenen? Nee, echt letterlijk. Dan komt hij dus zo bij je staan. Zo. Hey, Do. Hi. Hey. Nee, gadverdamme, als een Henk Versboek. Maar dan zonder kroketten. Zo raar vind. Kijk, Tjibbe heeft een soort imago hier bij drie. Dat hij alleen maar Fanta zuipt. En dan komt hij bij mij. Nee, pils. Hey, hij moest niet rijden. Pils! Dus. Het is zover. Ja, veel tijd. Is hij op de gang? Kan even de afdeling camerawerk schakelen met de gang? We hebben een G, we hebben een A, we hebben een S, we hebben een T. Ja. We hebben een gast. In de studio, Twan van Peperstraten. Netjes hoor. Vier jingle erbij. Twan van Peperstraten. We hebben ook nog een oude van je gevonden. Dus, Twan van Peperstraten. Vond de eerste beter. De eerste is beter, ja. Ja. Die heb ik gisteren voor je gemaakt. Ja. Twan van Peperstraten. Was die oude nog uit de 3FM tijd van mij? Ja, die hebben we opgedoken in het grote NOB-archief. Ja. Ja. Wil je een biertje? Lekker, lekker. Ja. Lekker, ik vind het een goed begin. Ja, ja, goed begin. Twan, leuk dat je er bent. Ja, wat leuk. Ja. Lang niet gezien ook. Nee, sowieso. Nou, goed shirt. Ja, dank je. Nou, ik wil zeggen, op de buis valt toch wel mee? Lang niet gezien. Maar, ja, op de buis, maar dat is onpersoonlijk. Ja. Nou, dat valt wel mee, want ik heb een HD-TV. Het is echt alsof je in mijn woonkamer zit. Kijk, echt waar? Ja, want alleen Studio Sport heeft dat. En hoe heet dat? NOS? Ja, Studio Sport heeft dat toch, hè? Voordat ik hele domme dingen zeg. Ja. Want het valt allemaal onder Studio Sport. Ja, nu dan Studio. De AVRO. Maar het testbeeld wordt soms vervangen door een beetje mijn haardracht, ja. Ja, dat ziet er goed uit, hoor. Maar heb je het zelf gezien gisteren? Ben je ervoor met een bakje chips? Ik had een aantal vrienden uitgenodigd. Ik was overigens niet heel slim, want die hadden natuurlijk toch allemaal weer het hoogste woord. Ja, en waarom maar dat is toch dat je dan... Ja. Oh, alleen maar vreselijk. Nee, maar je zo bekritiseerd met al je vrienden erbij. Ja. Nou goed, maar die hebben mij... Die jas kan echt niet meer! Letterlijk ging het zo. Ja, echt waar? Wat heb je toch een stom shirt aan daar? Echt waar? Dat haar, Twan, dat kan echt niet meer. Dat krijg ik altijd te horen. Nou ja, elk haar. Het waren vrienden. Ja, goed. Hou je kop, ja? Nee, heb je rug dan. Shut the fuck up. Ja, het is slecht dat het echt... Wat is dat? Het is allemaal stuk, hè? Het is allemaal kapot. Oh, okay. Ja, dat weet ik niet meer. Wat is dit voor apparaat ook alweer? Dit is een beeldscherm waar we onszelf altijd op kunnen zien. Een beeldscherm waar we onszelf op kunnen zien. Ja. Niet lang meer gaan. Een webcamscherm. Nee, niet zo! Niet gooien. Nee, doe maar. Mag wel. Kom op, Twan. Nee. Kom op, Twan. Maak er een feestje van. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Ja! Uit het... Dat was één, het scherm. Ik vond het een beetje een mietjes geworden. Ja, een beetje mietjes. Ja, maar ik zou nu de boos doen en de laptop als laatste bewaren. Ik zou de laptop een beetje openen. Ja, dat is het, het klapstuk is dat. Ik zou hem een beetje openklappen. Nou, daar gaat de boomstam. Daar gaat de boomstronk, dames en heren. 1, 2, 3. Here we go. Zo. Klonk. Het. Ram. En dan nu het klapstuk. Ah, dit moet vlammen. De laptop. Wat voor mee? Nee, dat mag niet zeggen. Tjibbe krijgt hem weer niet open. Oh, rammelding is met twee beetjes. Is alle porno er al uit eigenlijk, uit die laptop? Dat moet jij dan niet vragen.
Ja, ik heb alles verwijderd hoor. Okay. Nee, ja. Niet met toetjes. Oh, dan moet ik allemaal toetjes opgeruimen zo meteen. Toetjes. Ja? Oké. Okay. Ja, leuk. Dit moet hem worden. Ja, en een beetje hard gooien, Edwin. Dan gaat hij, dames en heren, de laptop 1. En even rammen, gewoon even met kracht. Ja! Ja! Uit het raam. Hoe voelde dat, Edwin? Mijn week kan niet meer stuk. Nee, hè? Nou, zie je dat wel? Die laptop vergeet wel. Al die kijkcijfers, vergeet de primeur van het nieuwe programma. Dit was het moment. Dit was het, zie je dat wel, zie je dat wel. Nou, het is een lied dat gaat eigenlijk over vroeger. Ja, het gaat helemaal over. Vroeger, toen luisterden mensen nog naar de radio, naar de via de middengolf. Ja, dat klonk dan letterlijk zo. Daar halen wij ook deze inspiratie vandaan. Nou, dat ging ongeveer zo en dan een muziekje erbij. Waar mensen, hartelijk welkom. Dit is Radio Oranje. Het hangt van uw toestel af, of helemaal links, of helemaal rechts van uw radiostaal. Hartelijk welkom. Zometeen doen wij nog een wedstrijd bloembollen eten. Maar nu heel. We hebben ook nog het ouderwetse letterspel voor u. Het letterspel gaan we zometeen spelen. Ja, het letterspel. En we beginnen met de eerste letter. Namelijk de B. De B. Ik herhaal. De B. De B. Heeft u een staan? De B. Nou, dat vindt dat hartstikke leuk, hè? Dan moet je dat insturen via een briefkaart. Ja. En dan 3 weken later kregen we dan een oplossing nog. Hartstikke mooi.